In deze video laat ik je zien hoe je in Photoshop als het ware snelheid kunt simuleren. Je ziet hier dit effect van die mail en het lijkt alsof deze mail als het ware voorbij komt. Ik laat je zien hoe ik dat effect gemaakt heb. De bovenste laag gooi ik weg. Ik begin dus helemaal opnieuw. Deze laag dupliceer ik. En vervolgens ga ik naar het filtermenu en kies Galerie vervagen, Pad vervagen. En Photoshop past direct al een vervagingseffect toe. Het eerste wat ik aanpas is hier aan de rechterzijde. Ik haal het vinkje weg bij gecentreerd vervagen. Ik wil dat hij maar één kant op beweegt. Dan geef ik aan bij de snelheid hoe vervaagd de foto moet zijn. Laat ik hem op 100% zetten. En dan ga ik onderin kijken. Ik wil echt een aantal meeuwen kunnen zien. En dat regel je via de stroboscopische sterkte. Als ik die helemaal naar 100% zet, dan zie je echt duidelijk de contouren van de vogel. Het aantal contouren kun je aangeven met de stroboscopische flitsen. Als ik die naar rechts zet, dan zie je dat ik meer vogels krijg. Laat ik het op 5 houden. Wanneer ik nu kijk, dan zie ik eigenlijk dat de beweging echt de verkeerde kant op is. Ik wil hem eigenlijk de andere kant op zetten. En dat kunnen we regelen met dit onderdeel. We gaan op dit stipje staan en we kunnen zo de vogel de andere kant op draaien. En we kunnen ook de lengte van dit pad aanpassen. De mate van snelheid bepaalt eigenlijk hoe ver die vogels uit elkaar komen te staan. En zo kan ik dat helemaal fine-tunen totdat ik het effect heb. Je kunt ook nog een curve ervan maken door het middelste punt naar beneden te slepen. En zo kun je ook nog een ander effect verkrijgen. Laat ik het hierbij houden. Ik geef nu OK. En ik heb nu dit effect. Nu pas ik of sleep ik de laag die eronder ligt, dus de originele laag, sleep ik boven de bewerkte laag. Ik zie nu alleen maar de normale foto. En ik zet de blending in plaats van normaal op bedekken. En dan gaan die foto's zich met elkaar mengen. En ik krijg nu een menging van de normale foto en het filter.